maar ik wist toen met modellen werken. Maar ik moet die modellen natuurlijk valideren in de praktijk. Was op dat moment was dat toch wel revolutionair. En we hebben dan ook heel veel mensen op het bedrijf gehad die in die periode zijn komen kijken. Nou, met minder input dezelfde productie genereren. Hè? En dat sprak natuurlijk aan. We weten heel veel, maar ik denk dat we heel veel, nog veel meer niet weten. We zijn alle dagen aan kennis vergaren. Kennis vergaren om jouw visie op de voeding, op het bodembeheer, groter te maken. De weg die de overheid ingeslagen is al lang geleden, dan krijgen wij als jonge boeren de rekening van gepresenteerd in onze toekomst. Als je wil sleutelen aan stikstof- en fosfaatefficiëntie, dan moet je dus veel meer zoeken in dat stukje bodem. Maar ook in het stukje zowel mest naar bodem als bodem naar koe. Dus met andere woorden voederwinning. Ik durf wel te stellen dat zeker 50% van de Drentse boeren met onderdelen van de kringlooplandbouw bezig is. En ik denk dat zo'n 20-30% echt wel zich kringloopboer kan en mag noemen. Ik heb leren melken toen ik 6 jaar oud was. En we gingen dus naar de koeien toe om te melken. Die werden niet gehaald. Toen ik op de lagere school zat, herinner ik me dat ik snel naar huis toe koeien melken. En in de zomer eerst nog eens een voer hooi halen voordat je naar school toe mocht. Dus ik vond dat enorm leuk. Eigenlijk boer in hart en ziel. Jaap van Bruggem is geboren in 1945 hier in Groot-Ammers in Zuid-Holland. Als boerenzoon groeide hij op het melkveebedrijf van zijn ouders. Hier was mijn kamer. Die ramen ernaast. Dat was de, wij noemen dat de kaaskamer. Wat gebeurde daar in de kaaskamer? Er werd de kaas bewaard. Maakten jullie zelf kaas? Mijn moeder maakte zelf kaas, ja. Hoe vaak per week? Ik denk 6 keer. Zo. Niet op zondag. De Kikkerhoeve. De plek hier heet de Kikkert. En die hoeve, wat vroeger een uitspanning was, langs het water met een trekpad, is gebouwd in 1793. Dat was het bedrijf van mijn vader. Is hier begonnen te boeren in de 30e jaren. Ik wilde dolgraag boer worden. Maar dat is er eigenlijk niet van gekomen, want ik raakte in Wageningen verzeild, aan de Wageningen Universiteit. Jaap wil graag vertellen over zijn onderzoeken. Hij heeft de ziekte van Parkinson, wat zijn spraak langzaam zal doen verminderen. Zijn onderzoeken geven een oplossing voor het ammoniak- en nitraatoverschot in de Nederlandse melkveehouderij. En hij wil niet dat die verloren gaan. Aan de Wageningen Universiteit studeert hij eerst diervoeding, fysiologie en biochemie. En in een later stadium dierlijke productiesystemen. Dit alles veranderde zijn kijk op het boerenleven. Ik was in de waan dat ik zo'n betere boer werd dan dat ik hier was. Jij was in Wageningen in de waan dat je een betere boer zou worden dan dat je hier met je vader was. Ja. In Wageningen kon ik beschikken over koeien. Waarbij ik zeg, de loop van het productieproces, dus de omzetting van het voer in de melk of in de omzetting in het vlees, in detail kon volgen. En ik was in de veronderstelling dat door dat te doen een efficiëntere manier van voedselproductie kon bewerkstelligen. Daar zit toch ook wat in? Daar dacht ik dat daar wat in zat. Dat ik inderdaad een efficiëntere boer werd door dat zo te doen. Ook solaars te bieden, zeg maar, voor het oplossen van de voedselproblematiek op wereldniveau. Hij doet onderzoek naar het maag-darmkanaal van de koe in het schaap om zo de productieprocessen van voer in melk en vlees te kunnen volgen.
Want het is immers toch het dier zelf waar de meeste winst te behalen valt. Na jaren onderzoek bleek dit echter niet het geval. De wereld staat op zijn kop. Niet het dier staat centraal, maar de bodem. Hoe beter de bodem functioneert, des te beter de opbrengst. De koe moet mest produceren van de kwaliteit compost. Dit komt uiteindelijk ten goede aan de kwaliteit van de bodem, de koe, de melk, het vlees en het milieu. De omslag in het denken van Jaap begint op Java in Indonesië. Hier is Jaap betrokken bij een onderzoek naar het gebruik van laagwaardige gewasresiduen zoals rijst en stro als ruwvoer voor schapen en koeien. Ik werd eigenlijk geconfronteerd natuurlijk met het heel veel wat we noemden laagwaardige gewasresiduen als ruwvoer. En dat vond je door een westerse bril kijkend, ja, was dat eigenlijk niet mogelijk. Je kon je nauwelijks producties mee realiseren, omdat wij toch die melkproductie bij wijze van spreken en vleesproductie het allerbelangrijkste vonden. Maar wat ik in eerste instantie totaal niet in de gaten had, en dat zei ooit een heel klein Javaans boertje tegen mij in midden Java. Van papa, heel voorzichtig, weet je wel, en beleefd van, als ik ook wat mag zeggen. Ja, dan, ja. Het allerbelangrijkste, het allerwaardevolste wat die koeien van mij, het waren zeeboers, die stonden op rijstenstro en afvalproducten van de touw, van de sojakaasbereiding. Het allerbelangrijkste dat ze produceren, is de mest. En ik rook, realiseerde ik me toen, De reuk van de goede mest. Terug in Nederland. Hier gaat de discussie over ammoniak- en nitraatproblemen in de landbouw. Sinds de jaren 50 blijkt de stikstofbenutting in de Nederlandse landbouw drastisch te zijn gedaald. Het Agrarisch Journaal van 2000 besteedt hier uitgebreid aandacht aan. Onderzoeker van Bruchem, hier in het midden, werkte jarenlang in de tropen. Toen hij terugkeerde in Nederland en geconfronteerd werd met de mineralenverliezen in de veehouderij, was hij hooglijk verbaasd. De stikstofbenutting in de Nederlandse melkveehouderij met name, want die gebruiken de meeste stikstof, is erg gedaald vanaf de 50 jaren. Van zeg pak een beetje 45% richting minder dan 20%. Dat verbaasde mij zeer, want ik was in de veronderstelling dat we alles beter deden dan 30 jaar geleden. Wij zijn dat gaan analyseren, de achtergronden daarvan, met behulp van een bedrijfssysteemanalytische benadering. In het Engels heet dat de Farming Systems Analyse. En toen kwamen we tot de conclusie dat die gedaalde stikstofbenutting vooral veroorzaakt werd door de overmatige externe inputs, met name in de vorm van kunstmest. Er is meer stikstof in de vorm van kunstmest en krachtvoer toegediend, maar naar verhouding zagen we dit niet terug in de opbrengst van het vlees en de melk. De grote vraag is, waar blijft de stikstof? Stikstof die niet wordt benut, komt in het milieu. Het zij in de vorm van ammoniak in de lucht of in de vorm van nitraat in het grondwater. Jaap van Bruchem rookte de penetrante geur van ammoniak in de Nederlandse stal en hij herinnerde zich de kleine boer uit Java. Hij ging onderzoek doen op de Minderhouthoeve, een proefboerderij van de Wageningen Universiteit. Samen met anderen zocht hij een oplossing voor het milieuprobleem. Er ontspon zich een discussie of het mogelijk was om die koeien zo te voeren dat ze mest gingen produceren van de kwaliteit compost. En ik wist trouwens ook van Engelaard dat bij lage ammoniakconcentratie in de pentnetmaag de reflux van ureum uit het bloed toenam. Het had te maken met de permeabiliteit van de pentzand. Het had ook te maken met de vele liters speeksel die zo'n koe iedere dag produceert. Dus het idee was dat je rustig kon gaan zitten op een negatieve OUB van 100. In plaats van op een gangbare positieve OUB van 300. OEB staat voor onbestendig eiwitbalans. Dit kengetal geeft aan hoeveel eiwit en energie er in de pens beschikbaar komt. En of deze twee componenten in balans zijn. Een positieve OEB van 300 houdt in dat de koe per dag een overmaat van 300 gram eiwit in de pens heeft. Een negatieve OEB van bijvoorbeeld min 100 houdt in dat er een tekort is aan eiwit, maar wat een herkauwer als een koe kan aanzuiveren door de permeabele penswand en het speeksel.
Daar had ik op een gegeven moment had ik aan zitten rekenen. Hoe ik zo'n zoen in elkaar moest steken. Om zeg maar mest te produceren van compostkwaliteit. Dus dat hebben we gedaan. Jaap berekent hoe hij de koeien mest kan laten produceren van de kwaliteit compost. Een eerste kringloop wordt getekend waar later deze kringloop uit zou ontstaan. Jaap wil de verhouding koolstof-stikstof in de mest veranderen. Hij wil minder stikstof en meer koolstof. Hij beschouwt koolstof als de ruggengraat van de hele natuur. De koolstof is natuurlijk de core van het hele gebeuren. Zoals de natuur is opgebouwd. Dat zie je in, zowel bij vetzuren als bij aminozuren als bij koolhydraten. Je ziet ook iedere keer zie je in het centrum van dat bestaan zie je koolstof op de proppen komen. Op de minder houthoeven gaat Jaap zijn berekeningen in de praktijk brengen. Hij denkt meer koolstof in de mest te krijgen door het rantsoen van de koeien te veranderen. Hij wil onder andere meer ruwvoer in de vorm van stro gaan geven. Bedrijfsleider van de minder houthoeven was in die tijd Joop Overvest. Nou, toen Jaap kwam met zijn ideeën met stro en dergelijke, dat was toch wel enigszins sceptisch was ik daarover. En daarvoor was ik misschien te veel gangbaar boer. En in de loop van de tijd is dat sceptisme is omgeslagen in in enthousiasme. En omdat je zag dat het gewoon veel beter ging dan dat ik ooit verwacht had. We hadden een rantsoen samengesteld waarin per diepe dag 3 kilo stro gemengd was. Nou, het week totaal af van waar de gangbare praktijk op dat moment mee bezig was. Wie haalde het in zijn hoofd om met 4 kilogram stro in rantsoenen voor hoogproductieve koeien bezig te zijn? Want er moest alleen maar energie in, terwijl wij zeggen er moet met name ook vezel in om die koe koe te laten zijn. Ja, dat was eerst gast dat een beetje moeilijk, want je had een proefdiercommissie toen de tijd in Wageningen zal er nog zijn. En die waren eigenlijk van mening dat mishandelen was van dieren. Maar die koeien die reageerden daar geweldig op. Over de landperiode van 5 jaar gemeten steeg de productie zelfs in plaats van dat die daalde. En ik heb daar soms dieren zien lopen die zo fantastisch eruit zagen. Die ik van tevoren nooit gezien had. Voordat we met dit onderzoek bezig waren, voerden wij, eigenlijk zoals op veel bedrijven in Nederland, wij voerden voordrogkuil met snijmais en daarnaast krachtvoer. En soms wat perspulp daarbij. In de grote praktijk is het op dit moment nog zo dat heel vaak ruw eiwitgehalte in de rantsoenen voorkomen die ergens variëren tussen de 16 en ruim 20%. En binnen het bedrijf zijn we nu vanaf eind 1996 bezig met ruw eiwitgehaltes in het rantsoen die variëren van 12,5 tot 14%. Dus dat betekent dat er nogal wat minder aan input, aan stikstof, de dieren ingaat. En dat betekent ook dat de beesten met veel minder dus moeten werken. En dat betekent dat in de mest aanzienlijk minder stikstof voorkomt. En dat betekent dat de stikstof die in de mest voorkomt bij ons op een niveau ligt van ongeveer 60% wat gemiddeld in de praktijk gevonden wordt. Op dat moment was dat toch wel revolutionair. En we hebben dan ook heel veel mensen op het bedrijf gehad die in die periode zijn komen kijken. En die zich erover verwonderd hebben hoe de koeien eruit zagen. En wat we toch met dit soort rantsoenen heel goede producties konden halen. Leden van boerenorganisaties en zelfs van het parlement komen langs en zien de goede resultaten. Wij hebben geen ammoniakprobleem, zeggen Van Bruggem en Lantinga van de Wageningen Universiteit. Het resultaat van 5 jaar onderzoek aan de minderhouthoeven heeft Jaap altijd digitaal bewaard en in vele mappen verwerkt. In deze film komen een aantal belangrijke aspecten van het onderzoek aan bod. Zou stro in het voer echt beter zijn voor de bodem en het milieu en het stikstofoverschot terugdringen? Om dit te onderzoeken wordt de drijfmest geanalyseerd op aanwezigheid van koolstof en stikstof. Hoe meer koolstof en hoe minder stikstof, des te hoger wordt de koolstof-stikstofratio, de zogenaamde CN-ratio. En een hogere CN-ratio komt het bodemleven ten goede. Hier heb ik de koolstof-stikstofratio in de drijfmest van de minderhouthoeven. Het lag altijd tussen de 10 en de 15. De koolstof-stikstofratio in de drijfmest van de minderhouthoeven lag altijd tussen de 10 en 15.
terwijl de CN-ratio van de reguliere praktijk niet verder kwam dan tussen de 5 en 10. Op het moment dat je zegt van ik heb een koolstofstikstofratio in de drijfmest die te krap is, te nauw is, 6 of zo. En je wil daar bij wijze van spreken, wil je dat verhogen richting 15, dan blijkt dat systeem het allersterk beïnvloed te kunnen worden door de koolstof. En in de tweede positie komt de stikstof. In de derde plaats komt een keer die supersonische koe. Waarvan altijd wordt gezegd dat die zo vreselijk belangrijk is richting milieu, maar dat op die niveau blijkt dat eigenlijk niet zo te zijn. Dus eigenlijk is koolstof het geheime wapen naar een verdere verduurzaming van de landbouw. Ja, klaar is het klontje. Terwijl Jaap in de Flevopolder verder gaat met zijn onderzoek, steken in Friesland boeren de koppen bij elkaar. De milieuorganisaties VEL en VANLA worden opgericht. De boeren willen iets ondernemen tegen het ammoniakprobleem. Een van de boeren is Foppe Nijboer, die samen met zijn vrouw en zoon een biologisch melkveebedrijf heeft in Boelenslaan in Friesland. VEL en VANLA, dat waren de eerste en de tweede agrarische natuurvereniging van Nederland. En ze noemden zich milieucoöperaties in het begin. He, niet eens agrarische natuurverenigingen, maar milieucoöperaties. Dus ze waren echt bezig om het probleem zure regen op te lossen. En toen had een boer in de noordelijke Friese Wadden, Tijger Hoeksma, die had iets gelezen en gehoord van een Jaap van Bruggen. En die kwam uit het Wageningse. Nou, hier kwam niemand van het Wageningse ooit. Hè? En dat was iemand uit het Wageningse. En die had een speciaal idee voor het oplossen van het mineralenprobleem, of het stikstofprobleem. En nou ja, toen ik hem de eerste keer hoorde, dan dacht ik, die man heeft zijn verstand niet. Maar, en dat zei ik ook letterlijk toen ik thuis kwam, zei ik tegen mijn vrouw, nou, nu heb ik vandaag iemand gehoord die denkt er heel anders over en ik geloof niet dat het goed komt. Ik herinner mij dat dan wel en het was een, hij kwam thuis en hij zegt, ze hadden nu een spreker uitgenodigd en een professor uit Wageningen. En hij zei, die had het op een hele andere manier boeren dan dat ik ooit geleerd heb. Dus heel wat anders. En hij zei, ik ben helemaal verward. Maar Jaap is nog een paar keer geweest en nadien. En toen is bij mij het kwartje wel gevallen. Hoe zag uw bedrijf, voordat u Jaap van Bruggen leerde kennen, eruit? Nou ja, ik ben een zoon van iemand die is na de Tweede Wereldoorlog boer geworden. En daar werd het met een paplepel ingegeven, je moest veel kunst bestrooien. En ik ben ook nog naar de middelbare landbouwschool geweest. Daar hebben ze het ook nooit over de kringloopgedachte gehad of over de waarde van mest. Het ging alleen maar over kunstmest. Dus... En toen kwam Jaap van Bruggen en wat was zeg maar de grote verandering, de grote omslag? Nou, met minder input dezelfde productie genereren. Naast Foppe en Boukje hebben een 100-tal bedrijven in Friesland zich aangesloten bij VEL en VANLA. Niet veel later volgde de provincie Drenthe. Onder andere geïnspireerd door Jaap van Bruggen en de activiteiten van VEL en VANLA heeft de provincie Drenthe vanaf 2001 ook meerdere kringloopprojecten voor melkveehouders opgezet. Honderden boeren zijn hieraan gaan deelnemen. Vanaf de start betrokken is Arnoud Veenekamp. De aanleiding voor ons is toch de ammoniakproblematiek geweest. Dat we gewoon veel landbouw en veel natuur in Drenthe hebben. En dat ging niet altijd goed samen. Beide willen graag ontwikkelen. Nou, als de landbouw zich doorontwikkelde op de manier zoals ze dat in de jaren 90 deden, dan kwam er te veel ammoniak vrij, waardoor de stikstofbelasting voor de natuur te hoog werd. Nou, dat was voor ons de aanleiding om te zeggen, hier moeten we wat anders mee gaan doen. De oplossing van de problemen vindt de provincie Drenthe in de kringlooplandbouw. Die integrale aanpak, dat is het allerbelangrijkste. Met daarbij de bodem als hele belangrijke basis. Want de bodem, daar vindt eigenlijk alles op plaats. De melkveehouderij gaat natuurlijk wel ook over melkgevende koeien. Maar uiteindelijk, wat de bodem ons geeft, daar moet de koe het mee doen. En wat de koe dan weer uitscheidt, moeten wij weer teruggeven aan de bodem. En we moeten dus de bodem vooral voeden om onszelf en de koeien uiteindelijk ook te kunnen voeden. Dus eigenlijk vind ik de bodem in het hele systeem van kringlooplandbouw het allerbelangrijkste. Een van de deelnemers vanaf het eerste uur is Bouke Meijer, die samen met zijn vrouw
zoon en personeel een familiebedrijf heeft in Witteveen, in Drenthe. Ik heb het ervaren als een gigantisch stuk bewustwording. En je moet iets met cijfers hebben. En niet alle collega's hebben wat met cijfers. Maar als je daarin verdiept en je laat ze iets tussen de oren zakken, dan zit er een hele duidelijke trend, ontwikkeling in een reeks van jaren. En als we dan met elkaar kunnen realiseren op die manier naar de bedrijfsvoering te kijken en we kunnen de samenleving op die manier een hele stap ten goede komen terwijl er weinig of geen geld kost, dan denk ik dat we een hele stap in de goede richting hebben gezet. Van Friesland en Drenthe gaan we naar het zuiden van Nederland, naar de provincie Brabant. In het natuurgebied Natura 2000 ligt het bedrijf van Rick Meulenbroeks. Samen met zijn ouders en een medewerker runt hij een melkveebedrijf in Lagemierde. Ook zij willen zich meer gaan richten op de kringlooplandbouw. Wij zijn een vrij intensief melkveebedrijf. We hebben 47 hectare eigendom. Daarnaast werken we heel veel met een akkerbouwer samen. We voeren mestcontracten. Zodoende dat we toch voldoende ruwvoer kunnen krijgen. En daarnaast zijn wij bezig op dit moment om de natuurinclusieve landbouw in te stappen. De familie heeft de kans om een stuk natuurgebied erbij te kopen, waar alleen gras, luzerne en granen mogen worden geteeld. Er mogen koeien lopen en het land mag alleen bemest worden met gereduceerde of vaste mest. Het is een logische stap om dan te kiezen voor kringlooplandbouw. Nou, ik denk dat elke boer daar in Nederland die grond onder zijn bedrijf heeft en vee heeft, daar sowieso niet omheen kan. Ik bedoel, we doen het allemaal. Alleen ik denk dat op veel plaatsen nog, op veel punten nog verbeterd kan worden. Zoals? Toeiing van mest. Het buitenwerking stellen van kunstmest. Het proberen zo minimaal mogelijk toe te wenden van kunstmest. Ja, en het is toch een kwestie van zo efficiënt mogelijk met je mineralen omgaan. Dus hoe efficiënter dat je daarmee omgaat, hoe minder kosten dat je hebt. Het bedrijf van Meulenbroeks staat aan het begin van het omschakelen naar kringlooplandbouw. Hij wil ten eerste de kunstmestgift gaan afbouwen en daardoor zal de kwaliteit van zijn kuil verbeteren. Rick Meulenbroeks maakt kuilgras van zijn eigen land en mengt dit met mais. Hoe ziet het rantsoen van zijn koeien eruit? Het rantsoen van de melkkoeien bestaat uit ongeveer 50% gras, 50% mais in die verhouding. Daarnaast 7 kilo bietenperspulp en 3 kilo krachtvoer in het basisrantsoen, met name energie. En de hoogproductieve groep die krijgt nog een aantal kilo krachtvoer in de krachtvoerbox toegereikt. Bij het omschakelen naar kringlooplandbouw is de focus vaak als allereerste op de bodem en het rantsoen. Zo ook bij de minderhouthoeven. Daar is een van de veranderingen in het rantsoen het toevoegen van droge stof in de vorm van stro. Wat wij gedaan hebben, dat was zeg maar stro toegevoegd, tarwestro toegevoegd aan het rantsoen. Dat zijn ineens donkerbruine brokjes. Dat lukt in de stalperiode lukte dat heel goed, in de weideperiode lukte dat wat minder goed. En vervolgens heb ik daar gerekend. De berekeningen leverden op dat de hoeveelheid droge stofopname in kilogram per dag ruim boven de 20 lag. De hoeveelheid vem per kilo, de voedereenheid melk, is een energiemaat voor de koe. Het streven was de vemwaarde onder de 1000 te houden, maar dit was lastiger gedurende de weideperiode. Vervolgens werd de hoeveelheid ruw eiwit per kilogram voer berekend. Dat ging heel goed richting een 120-130 gram ruw eiwit per kilogram voer. Behalve dan in mei en juni, gedurende het begin van de weideperiode. Het overzicht van de OEB, de onbestendig eiwitbalans in de pensnetmaag, geeft aan dat er sprake was van een negatieve OEB. En dat was ook het streven van het onderzoek. Hoe ziet uw ruwvoer eruit? Ik zie hier kui liggen. Ja. Ik doe het altijd de eerste, de tweede en derde, vierde snede, die meng ik door elkaar. De eerste snede die heeft in de regel heel veel suiker, omdat het zonnig weer is in het voorjaar. De tweede snede die schiet vaak regelmatig in de rij. Als je dat wat langer laat groeien, dan krijg je de structuur.
En de derde en vierde snee, die heeft meer eiwit door de mineralisatie van de grond. Dan komt er meer eiwit vrij in het gras. En de natuur zit zo een beetje, denk ik, in elkaar. Als je die kuilen door elkaar doet, dan heb je precies het juiste rantsoen. Van tussen de 14 en 15 procent ruw eiwit in het gras. Foppe Nijboer zorgt ervoor dat er in een gedeelte van zijn kuilvoer veel structuur zit. En daarom is het voor hem niet nodig om stro aan het rantsoen toe te voegen. De kuil maakt hij alleen van zijn eigen gras. Maar ruik je de kuil? Ja. Even. Het ruikt elke keer net als haal je een nieuwe kuilbult open, hè? Ja. Dus elke bal is weer nieuw. Klopt het dat je verschillende geuren uit die balen ruikt? Ja. Die eerste die ik erin deed, dat was mooi, hè? Ik heb elke keer de keus. Dan zeg ik, nou, ik denk dat er wat meer structuur in moet. En dan kijk ik naar de koeien en naar de poep. Vooral naar de poep. Hè. Naar de poep kijken, onverteerbare delen. Maar het moet eigenlijk ook een mooi flat zijn. Hè. Dat het mooi die ringen erin zetten. Dat is eigenlijk het optimum. Dus daar kijk je naar en dan kun je daarmee sturen. Met de verschillende soorten kuil. De verschillende soorten kuil worden met een mengwagen gemengd. In Drenthe, op het bedrijf van de familie Meijer, is genoeg land om kuil te maken van hun eigen gras. Door het werken met de kringloop hebben ze niet eens al het land nodig om genoeg ruwvoer voor de koeien te produceren. Hier ligt gras, meigras. Wij proberen die hoeveelheid eerste snee te oogsten, dat wij bijna de hele winterrantsoen de koeien kunnen voeren met het meigras, waar ingekuild is het jaar daarvoor. Kijk, als je dit pakt, dan moet daar een bepaalde hoeveelheid prik in zitten. Daar moet een bepaalde hoeveelheid voedingsstoffen in zitten waar die koe wat mee kan. Als jij te vroeg maait in het voorjaar, dan heb je meer spinazie, zeg maar wel eens een keer, wat door die koe heen vliegt. Wil je dat? Kies je daarvoor? Tuurlijk heb je gelijk, je hoeft minder eiwit aan te voeren. Maar ik heb een koe, ik noem het wel een keer een dieselmotor, die pens, die moet functioneren. Die moet blijven lopen. En als die loopt, dan blijft die lopen. Maar je moet wel zorgen dat die op gang blijft. Wij boeren hier op overwegend zandgrond. Daar moet input inkomen in die grond en anders groeit er heel weinig. En zo staan wij in dit hele verhaal. Hoe wendt u de mest aan? Wij wenden de mest aan zoals de wet ervoor schrijft met een soortbemester. Op het grasland en een bouwland met een mestinjecteur. Bij Meijer in Drenthe en bij Meulenbroeks in Brabant wordt er bij de bemesting van de grasmat ook kunstmest gebruikt. Meijer is minder kunstmest gaan aanwenden en ook Meulenbroeks wil zich meer gaan bewegen richting zijn omgeving. Wij zitten hier aan alle kanten in een Natura 2000 gebied. Hier mag in principe geen dier bij komen. Nou, we hebben er al niet heel weinig, dus is daar ook geen noodzaak voor ons om het bedrijfsleven vatbaar te houden. En voor ons komt het wel mooi uit om een stuk extensiever te gaan boeren. Ook omdat de grondgebondenheid in de toekomst van de melkveehouderij er toch wel eens kan gaan komen. Het bedrijf van Nijboer in Friesland is een grondgebonden melkveehouderij. Bij de bemesting van het grasland wordt er geen kunstmest meer gebruikt. Het is alleen bemest met onze eigen drijfmest, 20 kuub per hectare. En dat vind ik wel onvoorstelbaar, dat kan, zonder kunstmest. En jij rijdt hier bovengronds uit, hè? Ja, ik zou het niet anders willen. Ja. Kijk, hier zie je... Nou, zo nu en dan zie je hier nog wel eens een beetje poep, maar het is allemaal weg. He? Ja. En straks met maaien zie je niks ervan terug. Is het allemaal opgenomen door de bodem. Het bedrijf van Foppe Nijboer heeft meer dan genoeg grond voor zijn koeien. En hij kan alle mest van het bedrijf op zijn eigen land kwijt. In Nederland is men verplicht de drijfmest met een mestinjecteur aan te wenden.
De drijfmest van het bedrijf van Nijboer is van een dusdanig goede kwaliteit dat die bovengronds mag worden uitgereden. Jullie ruiken het ook niet, of wel? Nee. Je ruikt bijna niks. Dit is kwaliteitsmest, ja. En we doen alleen de percelen die we gaan weiden in het begin van het voorjaar. En de maaipercelen doe ik liever iets later. Maar dit, ik wil vroeg de koeien buiten, dus dat is de hoofdreden eigenlijk. Maar als je hier dan straks maait, want dit maai ik de eerste keer, denk ik. Nou jongen, en dan zijn we hier, dat vind ik altijd prachtig, hè. Dan hebben we gemaaid en dan geschud en dan ben ik aan het wiersen. Hè? En al die wiersen liggen dan op het land en dan komen we met de balenpers. Dat vind ik het mooiste moment van het jaar. Ja. Ja, en al die wiersen hier op het land, hè? Dat is een prachtig gezicht. En dan die eerste balen die uit die machine draaien, nou jongen, dan voel je je de koning te grijp. Ja, echt, dat vind ik het mooiste gevoel van het voorjaar. Tegelijk met de koeien natuurlijk in het land, die we vanmorgen hebben gedaan. Maar dat is eigenlijk nou een mooi gevoel. Maar dit vind ik ook altijd een prachtig gevoel. De eerste snee van halen van, en dan in die wiersen en in die balen persen. Dat vind ik... En dan heb je een product van je eigen land, moet je je voorstellen. Je hebt je grond, je hebt je mest. En die kringloop maak je weer rond door die kuilbalen van het land af te halen. En dat is een prachtig iets. He, dat is de kringloopgedachte eigenlijk. En dat gevoel moet je een beetje hebben als boer zijnde. Kringloop kun je heel goed scoren op één onderdeel. Maar het zijn allemaal radiertjes die in elkaar werken. Dat kan best weten dat je op een ander onderwerp minder goed scoort. Je moet gewoon zorgen dat je daar een evenwicht in vindt. En dat je links en rechts gewoon een veer moet laden om tot een bepaalde uitkomst te komen. Maar dat is een leerproces. Daar heb ik geen antwoord op. Daar ben je alle dagen mee bezig. Ik heb hier de FEM-voorziening, of die koeien voldoende energie binnenkrijgen. Of voldoende eiwit binnenkrijgen. In beide gevallen zijn die verhalen, liggen die boven de 1 eigenlijk. Dus die koeien die kregen voldoende energie binnen en voldoende eiwit. En dat resulteerde in deze mest. De mest die is te vinden in de grasklaverweide van het bedrijf biedt ontegenzeggelijk het bewijs. Er staat geen gras omheen omdat de dieren tot aan de hoop doorgrazen. Bovendien groeit het gras al snel door de mest heen omhoog en lossen de hopen uiteindelijk helemaal op. De ideale koeienvlaai is dat die mest neerploft en dat het dan in die ringen wordt opgebouwd. En dat als je dan die mest beetpakt, dat alle verteerbare delen zijn verteerd. He? Dus dat is ook een belangrijk iets. En nou ja, daar krijg je gezonde koeien van. Want als de poep goed is, dan is de koe goed. Wij produceerden hier mest die in feite niet meer stonk. Het was zelfs zo dat wij de mest tussen de koeien als het ware uitreden. We hadden ook een systeem van standwijde. Dat betekent dat we de koeien over een grote oppervlakte hadden lopen. En wekelijks reden we mest uit op een deel van die percelen. En we zagen de koeien in feite lopen op de plekken waar je een dag ervoor nog mest uitgereden had. Structuurrijk en eiwitarm is het motto. Na 2 jaar kwam in het rantsoen ook minder eiwit door de krachtvoergift te verlagen. Dit alles resulteerde in een beter bodemleven. En hier heb ik een plaatje van dat bodemleven. Het bodemleven dat je in de kaart speelt. Naarmate je mest produceert, of organische mest gebruikt, maar daarbij met koolstofstikstof verhouding. De biodiversiteit zal toenemen. Een goed bodemleven geeft een betere nutriëntenbenutting voor plant en dier. De koe wordt gezonder en dit bevordert de kwaliteit van de melk en het vlees. Hier zien we de melkproductie van de minderhouthoeve en de meetmelk die is gestandaardiseerd op basis van het eiwit en het vetgehalte. Er is een kleine dip te zien tijdens het verlagen van de krachtvoergift,
maar overal zie je dat de productiviteit over de jaren heen stijgt. De pieken en dalen die we zien komen door het effect van de seizoenen. In de winter geven de koeien minder melk en staan meer koeien droog. De krachtvoergift op de minderhouthoeven wordt verminderd richting 0,15 kg krachtvoer per kilogram melk. Toch stijgt de melkproductie. En die stijging heeft ermee te maken dat ook die in de loop van de tijd dat die koeien gemiddeld ouder werden. Omdat er minder gezondheidsproblemen waren, dus ook minder koeien afgevoerd behoefden te worden. Bij de bedrijven die zijn aangesloten bij het project in Drenthe is in de loop van de jaren het krachtvoerverbruik aanzienlijk verminderd en het gebruik van kunstmest met 30%. Wat is het rantsoen van uw veestapel? Op dit moment bestaat het rantsoen uit gras, mais, gras voor 2/3, mais voor 1/3, aangevuld met wat eiwitproducten, soja, heel klein beetje raap, wat energieproducten. Dat zijn tarwemeel en maismeel en een klein beetje aardappelveel. Het bedrijf van Meijer levert nu zo'n 10.000 liter melk per koe per jaar. Het omschakelen naar de kringlooplandbouw vergt echter tijd. En het proces zal voor geen enkel bedrijf hetzelfde verlopen. Vergeet één ding niet. Kopieer geen zaken één op één. Want jouw veestapel is anders. Jij bent anders. Jouw grondslag is anders. Want, laat ook helder wezen, ik heb ook leergeld betaald. We hadden toen de intentie om 25 kilo krachtvoer per 100 liter melk te voeren. He, er zaten toen bedrijven op 40, 50 kilo krachtvoer per 100 liter melk. We hadden een intentie, we moeten terug naar 25. En ik zit momenteel tussen de 12 en 14. Vorig jaar had ik in het boekhouderpad 13 kilo krachtvoer per 100 liter melk. En hoe doe je dat? Zo goed mogelijk ruwvoer maken door middel van de gebruik te maken van de natuurlijke omstandigheden. En grote natuurlijke omstandigheden, hè, een natuurlijke hulpbron is natuurlijk het bodemleven. De helft van de krachtvoergift dat is lucernebrok. En de andere helft van die 15 kilo krachtvoer per 100 liter melk is gewoon een brokje wat gemaakt wordt door de foragefabriek. En daar zit iets van lupinen in. En tarwe, gerst. Gerst ben ik ook een liefhebber van. En dat soort eerlijke producten zitten daarin. Geen mais, geen soja? Geen soja en geen mais, want dat is ook veel te duur. Hè? Soja is niet te betalen voor de biologisch. En dat is helemaal niet noodzakelijk, want lupinen kunnen dat ook heel goed. En je moet eigenlijk de eiwit zoveel mogelijk in die kuil winnen. Hè? Door de mineralisatie in de herfst van die herfstkuilen. Dat moet je benutten. Het terugdringen van de krachtvoergift heeft ook een effect op het ureumgehalte. Het ureumgehalte in de melk is een indicator voor de stikstofbenutting van de koeien. In combinatie met het eiwitgehalte geeft dit kengetal op rantsoenbasis een indruk van de balans tussen eiwit en energie. Gestreefd werd naar een gehalte minder dan 20. Gemiddeld op de minderhouthoeve is het 20 milligram per 100 milliliter. De melkproductie van de koeien die is op een heel goed peil gebleven. Aanvankelijk werd vaak gedacht dat met onze manier van werken dat we daar de productie die niet onder zouden houden. Maar de veestapel zoals u die hier ziet, die produceert op dit moment zo rond de 8.500 liter melk per lactatie. Van Bruggen en de veehouders met wie hij samenwerkt zijn overtuigd van hun gelijk dat een ander voerbeleid de oplossing is voor het mineralenprobleem. Ik heb als biologische boer, dan zit ik tussen de 7500 liter en 8000 liter in. Dus dat is voor een biologische boer is dat heel wat. Deze koe dat is leuk om te zien. Dit wordt een 100.000 liter koe. Als die nou 5000 liter melk geeft, dan is dat een 100.000 liter melkkoe. En dat is dus al een van de oudste koeien die we hebben. Daar zijn we eigenlijk wel trots op. Een biologische boer die een 100.000 liter koe heeft. Hè? Maar we hebben toch gemiddeld een langere productie dan een gangbare. Het verbaast ons heel erg hoe goed het gras het doet. Het bodemleven, daar draait het gewoon om. En de koeien die reageren er heel goed op. En wij zelf ook. We zijn zelf ook op een heel andere manier gaan eten. Veel bewuster, ja. Ja, en financieel? En financieel is het heel aantrekkelijk. Het is... Dat is ook de plus eigenlijk van het verhaal, dat je houdt er veel meer financieel van over.
En die ratrace van groot. En maar meer koeien. Dat is helemaal niet echt winstgevend. Of je nu biologisch, gangbaar of biodynamisch bent, iedere melkveehouder kan de kringloop gebruiken om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van zijn bedrijf. Want wat had Jaap van Bruggem nu eigenlijk bedacht? Vrijwel alle kengetallen in een agrarisch bedrijf kun je bij benadering meten en vervolgens berekenen. Wij doen het hier met de stikstof. Dit staat symbool voor de hoeveelheid stikstof in melk en vlees. Dit voor de hoeveelheid stikstof in de drijfmest. Dit voor de hoeveelheid stikstof in de vorm van kunstmest. De hoeveelheid stikstof in ruwvoer, gedeeld door de hoeveelheid stikstof in kunstmest en drijfmest, geeft de bodembenutting. De hoeveelheid stikstof in melk en vlees, gedeeld door de hoeveelheid stikstof in krachtvoer en ruwvoer, geeft de efficiëntie op dierniveau. De hoeveelheid kunstmest als externe input plus krachtvoer met daarvan afgetrokken de hoeveelheid stikstof in melk en vlees geeft de milieubelasting aan. De hoeveelheid stikstof in de output melk en vlees gedeeld door de input krachtvoer en kunstmest geeft de stikstofbenutting op bedrijfsniveau aan. Onder de supervisie van Jaap van Bruggem heeft Frank Verhoeven in 1996 en 1997 op een 100-tal vel- en vanlaarbedrijven data verzameld. Deze data werden gebruikt voor een kringloopanalyse. De analyse was van 100 bedrijven de stikstof- en fosfaatkringloop. Dat betekent dat we van die 100 bedrijven een analyse hebben gemaakt waar de stikstof verloren gaat. En dat hebben afgezet tegen kenmerken als bijvoorbeeld melkproductie per koe of melkproductie per hectare. En nou ja, goed, uit die eerste analyse was eigenlijk een van de meest belangrijke dingen die eruit kwam, was dat de variatie bij de koe relatief klein is vergeleken met de variatie die je vindt in de bodem. Dus dat betekent eigenlijk in dat compartiment van voederwinning en mest die via de bodem terug moet naar het voer. Dat is eigenlijk, daar worden de meeste verliezen gemaakt en daar zitten ook de grote verschillen tussen bedrijven. En bij die koe zitten wel verschillen tussen bedrijven, maar die zijn relatief veel kleiner. En dat was een van de redenen dat Jaap van Bruggem ook heel beginstadium al heeft gezegd van die oplossing zit helemaal niet bij die koe, die zit in die bodem. Na 2 jaar onderzoek werden de gegevens van de bedrijven ingevoerd in het model. Het cijfer links is een bedrijf met de minste uitkomst. Het cijfer rechts met de hoogste uitkomst. De bodembenutting varieerde van 30% tot 60%. De efficiëntie op dierniveau varieerde van 10% tot 24%. De milieubelasting kwam uit op 162 tot 500 kilo per hectare. Frank en Jaap kwamen erachter dat de gemiddelde stikstofbenutting op bedrijfsniveau tussen de 14% en 17% was. Jaap was teleurgesteld. Hoe kan je dit omhoog krijgen? En toen, dus dat hadden we allemaal gedaan, toen ben ik gaan modelleren van wat daar te verdienen viel. En dat mag ik dus doen met modellen werken. Maar ik moet die modellen natuurlijk valideren in de praktijk. Hoe kan je de stikstofbenutting op bedrijfsniveau omhoog krijgen? Om dit te weten te komen is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Wat zijn de meest kansrijke interventies? Frank Verhoeven ging uitzoeken waar de meeste winst mee kon worden behaald. Nou, dat betekent eigenlijk als je wil sleutelen aan efficiëntie, aan stikstof- en fosfaatefficiëntie, dan moet je dus veel meer zoeken in dat stukje bodem. Maar ook in het stukje zowel mest naar bodem als bodem naar koe. Dus met andere woorden voederwinning. Nou, die twee sporen, dat is deels dus benutting van je drijfmest in heel veel gevallen. Ja. Dan kom je dus op dat verhaal van ja, is die drijfmest wel het meest geschikt voor de bodem die we hebben? Moeten we die drijfmest niet met meer koolstof verrijken? Op die verhalen kom je. En bij dat stukje van die bodem naar de koe kom je op dat stuk van moet die koe niet met meer structuur meer melk geven in plaats van met krachtvoer. Dus moet hij niet uit dat gras zoveel mogelijk melk halen in plaats van uit turbogras of uit krachtvoerachtige. Ja. En helemaal in het begin wist Jaap ook die boer te mobiliseren die juist in Wageningen nooit aan het woord kwam. Want daar was iedereen natuurlijk heel erg gefocust op die high input boer. Dat zie je dus ook een beetje dat Wageningen weet het
heeft verzuimd al die jaren om te kijken naar wat die boeren zelf al voor oplossingen hadden bedacht. In de gevoeligheidsanalyse werd bekeken wat het effect is van een procentje meer krachtvoer, kunstmest, effectiviteit van dier en bodem op de productie. En ook wat het effect hiervan is op het milieu. En wat zie je dan? De productie wordt primair bepaald door de bodem. In tweede positie door het dier, in derde positie door de kunstmest en in vierde positie door het krachtvoer. En de milieubelasting werd primair bepaald door de kunstmest, in tweede positie krachtvoer, in derde positie bodem en in de laatste positie het dier. De meest effectieve maatregel is dus een combinatie van zeg maar een betere bodembenutting en minder kunstmest. Dat was het advies. En richting bodembenutting krijg je een betere bodembenutting door zeg maar het produceren van hoogwaardige, welriekende mest met een ruime koolstofstikstofverhouding. Dat is steeds een standaard verhaal. Deze adviezen zijn terug te vinden in het rapport van Jan Douwe van de Ploeg en Frank Verhoeven. In 2003 hebben we toen met Jan Douwe van de Ploeg een rapport gemaakt dat heet Wat smiet het op? Oftewel, wat levert het op in het Fries? En dan zag je dus dat als je die bedrijfsbalans hebt, hè, tussen bodem, koe, hè, ruwvoerproductie, mestbenutting, dan kun je dus tot hele hoge winst komen, of met andere woorden hele lage kosten. En dan moet je al die dingetjes goed doen. Dus niet één ding veranderen, maar dan moet je dus zeg maar je bodem op orde hebben, je ruwvoerteelt, dus de benutting van je ruwvoer. Daarnaast je rantsoen anders in elkaar steken en de mest die eruit komt vervolgens ook weer beter toepassen. De resultaten van het onderzoek liegen er niet om. En dat geldt ook voor de vele relevante proefschriften en afstudiescripties van studenten gedurende de tijd van de minderhoudhoeven. Maar terwijl Frank Verhoeven nog werkt aan zijn rapport, beslist de Wageningen Universiteit in 2002 dat de minderhoudhoeven wordt gesloten. Dat kon Jaap echter niet meer deren, want hij had per slotverrekening een hele elegante oplossing bedacht voor het milieuprobleem. Al zien de Nederlandse overheid en de Wageningen Universiteit daar op dat moment geen brood in. Hoe kwam dat bij u aan? Als een grote klap. Wij waren bezig met prachtige dingen. En een half jaar daarvoor werd in één keer met één pennenstreek werd gezegd van het is afgelopen met het bedrijf. En het was daarmee ook afgelopen met de manier waarop wij bezig waren. Terwijl ik denk dat wij op een heel goed spoor zaten. Ik denk dat daar eigenlijk de basis is gelegd voor waar we nu nog steeds op verder gaan met kringlooplandbouw. Alleen de tijd was toen niet geheel rijp en niet iedereen was klaar voor die omwenteling. En nou, dat zal de reden zijn geweest dat het is gestopt. Maar ik denk dat het jammer is omdat we, zoals gezegd, waarschijnlijk verder waren geweest in de kennis en expertise en ook de toepassing ervan dan we nu daadwerkelijk zijn. De weg die de overheid ingeslagen is al lang geleden, daar krijgen wij als jonge boeren de rekening van gepresenteerd in onze toekomst. Met name ten aanzien van het kunstmestgebruik in het verleden, dat niet hoog genoeg kon zijn. Dus op tijd de bagens verzetten? Ja, op tijd je ogen openen. En ook inzien dat wat in het verleden altijd gebeurd is en altijd geleerd is, dat in de toekomst niet meer zal gaan kunnen. Hoe ziet jouw toekomst eruit, Rick, zo hier met je veestapel? Nou, met de veestapel, die is al ongeveer aan zijn max. Ik denk dat we steeds met een kringlooplandbouw toegaan in de toekomst. Minder input en ook dezelfde output toch kunnen leveren en daarmee ook een verbeterde slag op je bedrijf maken. Groeien is niet altijd meer koeien. Op het bedrijf van de familie Meulenbroeks wordt nu een stikstofbenutting van 28% gehaald. Ondertussen zijn de bedrijven in Drenthe al 15 jaar verder. De gemiddelde cijfers van bewust duurzaam boer blijven komen uit op 35% stikstofbenutting. Het bedrijf van de familie Meijer behoort bij de top van de bedrijven. De bodembenutting komt uit op 78%. De efficiëntie op dierniveau is 23%. De milieubelasting kwam uit op 196 kilo per hectare. De gemiddelde stikstofbenutting op bedrijfsniveau is 39%. De provincie Drenthe is tevreden met alle resultaten, maar vooral met het feit dat de deelnemers hebben aangegeven meer plezier te hebben in de manier van werken.
Tegelijkertijd met de start van de projecten gericht op de kringlooplandbouw is de provincie Drenthe begonnen met het meten van de grondwaterkwaliteit. Dan meten wij grondwater onder grasland van boeren. Dat hebben we gedaan bij boeren die als kringlooplandbouwer te boek staan, maar ook bij boeren die zeg maar gangbaar boeren. En dan zien we gewoon significante verschillen dat de boeren die aan kringlooplandbouw doen zo'n 20-25% minder nitraat in het grondwater meten dan de gangbare boeren. Nou, dat zijn hele belangrijke kenmerken, omdat boeren moeten voldoen aan de kaderrichtlijn water. En daar wordt gezegd dat 50 milligram per liter het maximale hoeveelheid is. En de kringloopboeren die komen daar eigenlijk altijd wel beneden. En de gangbare boeren die zitten er nog boven. Dus dat geeft wel aan dat er daadwerkelijk verschil wordt gemaakt. Als jij hoort van kringlooplandbouw en, je denkt, ja, waar moet ik daarmee? Is dat iets voor mij? Zet in ieder geval eens maak het bespreekbaar binnen de bedrijfsvoering, binnen je gezin of binnen degene die op je bedrijf werken. En ga er eens over nadenken. De resultaten in Drenthe zijn zeer bemoedigend. De provincie Drenthe wil dat in 2020 de helft van de melkveebedrijven aan kringlooplandbouw doet. Ook in de andere noordelijke provincies worden de melkveehouders aangespoord om hierop over te gaan. En als de melkveehouder door blijft gaan met het verder ontwikkelen van de kringlooplandbouw, zullen de resultaten die behaald kunnen worden beter zijn dan ooit bij de start is gedacht. In die tijd van Jaap van Brugghem, dat was in die tijd van de Minas, toen moesten we van 300 kilo stikstofoverschot terug naar iets van 180, meen ik me te herinneren. Nou, dat is toen aardig gelukt, maar als ik je nu vertel dat ik nu een stikstofoverschot van 0 heb, dus dat spreekt boekdeel. Ten tijde van het VEL en VANDA project zijn dit alle cijfers in de kringloop. De stikstofbenutting op bedrijfsniveau kwam niet verder dan 17%. De analyse stikstofstromen van het bedrijf Van Maatschap Nijboer laten nu een heel ander beeld zien. Foppe Nijboer geeft geen kunstmest, maar toch komt de stikstof op het land door depositie en fixatie en wel 22. Bodembenutting was 30-60%. Nijboer heeft 100%. Benutting op dierniveau was 10-24%. Bij Nijboer is het 24%. Milieubelasting was 162-500. Nijboer heeft 0. Stikstofbenutting op bedrijfsniveau kwam niet verder dan 14-17%. Bij Nijboer is het 100%. In Nederland komen steeds meer boeren die de kringloop gebruiken om hun melkveebedrijf te runnen. Winst met kringlooplandbouw, zowel economisch als voor de natuurlijke omgeving.